Vind je ervan dat de markthal wel open blijft en dat jullie gewoon moeten stoppen? Dat is zware discriminatie. Wij worden nog slechter behandeld als zigeuners. Zo, nou daar hebben we eindelijk de stand waar jullie zo lang om hebben zitten zeiken. Sensi, wat is de stand? 30.000! Oh, feesten. Nou ja, maar dat betekent nog niet dat we er zijn. We hebben 50.000 leden nodig. Alle reden om lid te worden van Omroep Poont. Eenmalig 5,72. Word lid. Hou Poont in de lucht. Daar is hij dan, mijn eerste video met mondbescherming. Want mocht ik zelf besmet zijn, besmet ik tenminste geen anderen. We staan hier op een Rotterdamse markt. Die is afgelast. Terwijl het bij de markthallen in Rotterdam en de Jumbo en alle andere supermarkten gewoon uitpelt van de bezoekers, moeten de marktkoopmensen als eerste plaatsmaken voor het coronavirus. Op de vrijdag altijd markt. Ja, dat klopt. Ik sta hier met bloemen. En gisteravond om 21:15 werd ik dus door mijn kleindochter gebeld. Die zei: opa, je mag niet marten, want de burgemeester heeft besloten dat je niet mag marten. Ik zei: maar ik heb een hele bus vol met bloemen gekocht. Je kraam is weg. Mijn kraam is weg, ja. Het coronavirus komt steeds dichterbij. Ja, inderdaad, dat klopt. Maar ja, goed, ik merk nog niks bij de Jumbo en bij andere supermarkten. Want ja, daar is het bomvol en ik mag buiten niks. En bij mij staan geen 200 mensen in een rij, helaas. Was het maar zo'n feest. Ik heb hier een aantal kooplieden staan. Die hebben voor duizenden euro aan inkoop aan groenten, fruit en bloemen. Ja, waar moeten ze dat laten? Dat kunnen ze nu gewoon weggooien. Had me dan gebeld, dan had ik ze niet ingekocht. Maar nou wordt er ineens gezegd, je mag niet staan. Lekker, ik zal maar van de andere kant open doen, wil ik het zien. En wanneer is dit afgezegd? Gisteravond, om 21:15. Dat besluit is gisteravond genomen. Als gemeenteraadslid, maar ook als marktkoopmannen, staan we daar ook achter. Het gaat om de volksgezondheid. Maar wat ons enorm steekt is gewoon dat de markten worden afgelast. Terwijl inderdaad het Zuidplein, het Alexandrium, maar ook de Albert Heijn, de Zeeman, de Jumbo, de bouwmarkten, allemaal open zijn. Vind je ervan dat de markthal wel open blijft en dat jullie gewoon moeten stoppen? Dat is zware discriminatie. Wij worden nog slechter behandeld als zigeuners. En dat is ook het half zachte in dit land. Kijk, laten we het nou net als Italië doen. Sluit heel de bende, kan iedereen mee leven. 14 dagen gewoon onderduiken, lekker thuis blijven. Moet de overheid economische maatregelen gaan nemen om jullie te helpen? Ja, nou, ik vind wel ja. Alle mensen die door hun in de problemen komen. Ik zeg niet dat de overheidsschuld helemaal is. Maar als ik een bedrijfje heb en word ik door hun zo in de maling genomen. Dat doen ze in het slot, hè. Dan vind ik dat je daar geholpen voor moet worden. Er zit voor 1500 euro bloemen in. En die kan ik weggooien. Of weggooien. Ik ga het ze wel weggeven, laat ik het zo zeggen. Ik gun ze liever al. Ik gun ze liever al mensen. Het is toch beter die bloemen, dat moet je toch weggooien. Laten we dat aan de bejaarde mensen doen in het huisje die dat nodig hebben. We rijden nu naar het bejaardenhuis en dan gaan we ze uitdelen. Ja, dat kunnen we doen. Ja. Want zo zijn wij, marktkooplieden. Ja, inderdaad. Nou, kom. Laten we naar het bejaardenhuis toe gaan. We gaan. Op de ouwetjes. Oh, heerlijk. Nou jongens, jullie weten wel dat de ouderen de risicogroep zijn. Dus om besmettingen te voorkomen moeten we het gewoon voor de deur zetten. Netjes. En dan nemen zij het aan, want we mogen geen contact met ouderen. Oké, nou dat gaan we doen. Kijk eens aan. Met een narcisse. Kijk eens even, wat mooi man. Heel goed. Kwaliteit. Mooie narcisses. Oh. Van Omroep Poont. Ik zag het, ja. Wat vindt u ervan, van die bloemetjes? Hartstikke leuk, maar ik ga iemand bellen. Ja, ik kan het niet zomaar aanpakken. Nee, dat is helemaal goed. Nou, in ieder geval geniet van, wij gaan weer weg, want wij kunnen niet met mensen gaan besmetten. Oké, nou dankjewel. Hè. Waar gaan we nu heen? Naar de stad. We gaan het naar de Meent, denk ik. De passanten, die gaan we even verwennen. Nou ja, maar dat coronavirus brengt ook wel weer wat samenhorigheid. Ja, dat wel, ja. Dat is wel gezellig. Pornhub geeft gratis premium lidmaatschap in Italië. Ik ga te bloemen. Nou, wat is nou mooier? Eerlijk is eerlijk. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Moet je voor een nieuwe aanstaande ex? Ja, dankjewel. Hartstikke fijn, dankjewel. Ja. Van de markt. Oh, wauw. We mochten niet marten. Mag ik niet naar de markt? Ik moet zeggen, dit is wel een heldendaad, jongens, wat jullie aan het doen zijn. Ja, het kost wel geld, maar we zijn wel helden. Ja. Wat vind je van deze held? Ja, het is hartstikke mooi, maar het is wel, je gaat eigenlijk wel failliet. Ja. Het enige waar ik over had, is dat op de markt buiten mag je dan niet staan, maar de markthal blijft wel open. Ja, kijk. Dat is dan weer. Dank u wel. Ja. Apart. Daar staat iedereen hutje op mutje. Hallo. Het coronavirus komt nu natuurlijk wel erg dichtbij. Want ja, je krijgt een gratis bloemetje. Maar dat is natuurlijk ook economisch gezien niet ideaal. Dat klopt. Ja. Gaat niet helemaal goed zo, hè? Je hebt een goede daad gedaan. We hebben een goede daad gedaan. En welke, wat wil je hiermee buiten stralen?
dat vrijdag de 13e niet een ongeluksdag is. Wel voor mij, maar voor een hoop mensen niet. Nou jongens, dankjewel hè. Oké, okay, hey. Hey. Hey, hey, ook. Hey. Oh.